meisjes, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we gummibeurs maken. Wat heb je daar allemaal voor nodig? Eigenlijk gewoon enkel een pan, potachtig. Gummibeervormpjes, een pipet, honing en het drankje dat iedereen wil. Ik zeg u, als je er spuit bij doet, is het moeilijk om te maken, maar als je bijvoorbeeld fruitsap hebt, dan gaat dat veel gemakkelijker gaan. Maar ik neem iced tea, dat is nog altijd super lekker. Wat gaan we doen om te beginnen? We pakken de iced tea, doen die in de pan. We drinken een klein beetje. Dan doen we er een beetje honing bij. Blok open. Af en toe is te zorgen dat het goed gaat engelen. Half blaadje gelatine. Ik had dat nog eerst even weer uit te nemen. Voilà, die doen we erin. Die laten we daar ook even in weken. Anders gaat het helemaal niet stijf worden. Als hij er volledig in zit, dan gaan we ook dat beginnen oproeren. De andere helft. Oep, er ook bij. Ook laten intrekken. Roeren. Het is zeker dat er normaal gezien nu ook een beetje stoom vanaf gaat komen. Dan pakken we nog een allerlaatste helftje. Zeker niet vergeten. Zet het wat minder. Zo, dat ding is soms moeilijk te breken, dus ja. Daar kan je altijd hulp voor vragen, dat is helemaal niet erg. Vroeger deed ik dat zelfs ook. Die laat je dan exact hetzelfde ook doen, laten intrekken. En dan weer exact hetzelfde laten roeren. Nu denk je, dat is nog helemaal niet stijf. Maar pas op, straks ga je helemaal anders denken. Vervolgens als we het in de vormpje doen. Je kan ook grotere vormpjes nemen. Gebruik deze, die zijn veel gemakkelijker. En dan heb je er eigenlijk ook meer. Dus dan denk je dat je er meer hebt, maar eigenlijk heb je een beetje minder dan dat je meer grootte gaat pakken. Straks doen we dat ook nog eens in de koelkast. En dan zijn we klaar. Hier al mee klaar met die gummybeers. Je doet nu ook een lekker groot vormpje. Kijk, een beetje vullen, maar eigenlijk echt een bodempje. Iets meer. Als je nog wat overschot hebt, want ja, dat kan altijd, hè, dat je overschot hebt. Ik heb bijna bij elk recept een beetje overschot. Wat ik dan vaak doe, is daar nog een klein mini-cakeje van maken. Of mini-snoepje nu. Of ja, een ander dingetje. En dan heb ik eigenlijk meer. En dat is veel leuker. En is super lekker. Die kan je bijvoorbeeld aan je beste vriend geven. Die zal er super blij mee zijn. Of je kan die tijdens de les op snoepen. Zeg niet dat ik dat doe, hè. Voilà. Dan zijn die allemaal gevuld. Dan gaan we ze in de frigo doen. Ik ga ze nu in de frigo doen voor een nachtje. Een nachtje laten rusten. Goedemorgen. De gummybears hebben nu een nachtje rust. En voilà. Heerlijk. Zeker thuis ook proberen. Tot de volgende!